Wat een dag, vrienden. Wat een... Ik heb nooit zo'n last van het oranje gevoel. Maar vandaag, ja, er is mijn oranje gevoel is totaal tot bloei gekomen. Is werkelijk enorm aangewakkerd. En dat begon vanmiddag al. En ja, er was niet zoveel voetbal te kijken. Ja, Feyenoord, een makkelijke overwinning. Maar ik dacht, ik ga eens Formule 1 kijken. En dat begin daar in Zandvoort. De vrienden, ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. Ja, die hele tribune met al die vlaggetjes. Geweldig, dat rood, wit, blauw nou. Als je daar niet een oranje gevoel van krijgt. En toen daar bovenop, nog eens een keer, André Rieu. Nou, hoeveel Holland wil je hebben en Holland promotie ook trouwens. Geweldig toch? Ja, ik vond het gewoon super. Ja, en dan, hup, toen had ik het allemaal net verwerkt. En nou zit ik net te kijken naar atletiek. Waar ik, normaal kijk ik daar ook bijna niet naar. Atletiek, ja, nou ja, is wel leuk, maar. En toen zie ik dus ineens die 4x400 meter. Met die meisjes. Met die Zaalbergen en die Peters. Ja, en die Bol. En dan vergeet ik natuurlijk nog één naam. Maar er is er nog één. Die was ook hartstikke goed. En vrienden. Ja. Puntje van mijn stoel. Puntje van mijn stoel. Ja. Dat was geweldig. Geweldig. Ja, die laatste 100 meter. En die zit zo. En ik zat echt voor het eerst. Ik doe bijna nooit. Ik zat echt 7 thuis ook. Jullie ook waarschijnlijk. Ja, kom nu. Ja. Zilver. Nee. Goud. Ja, zo. Ah. En het oranje gevoel. En toen kreeg ik hem weer. En toen had ik het, ja, vrienden, ja, helemaal oranje.